Nog mis fotogenic. Jullie hebben verschillende fotoshoots gehad, met verschillende fotografen ook. En daarin hebben jullie met de fotograaf bekeken wie jullie het meest fotogenic vonden. Ja, en vooral vanavond natuurlijk nog even met Junior. Want die heeft een aantal dingen gedaan. En ook de foto's die in het boekje staan, in het programmaboekje, en die we hierachter steeds zien. En ja, we hebben eentje uitgezocht waarvan wij vonden van, die ziet er altijd goed uit. Nou, jij mag ook even backstage om de Sherpa op te halen. Dan haal ik ondertussen Sherilyn er even bij. Sherilyn Miss Nederland 2006. Ja, een applaus. Natuurlijk is zij jurylid. Maar Sherilyn is inderdaad de Miss die haar eigen foundation al vanaf het begin heeft opgezet, hè? Ja, dat klopt. Vertel eens, wat is de Sherilyn Foundation? Nou, de Sherilyn Foundation is een stichting die ik heb opgericht voor de Filipijnen. Ik ben zelf half Filipijn, dus mijn moeder komt daar vandaan. Van jongs af aan ook vaak naar de Filipijnen geweest, geconfronteerd geweest ook met de armoede daar. Mijn familie komt echt uit het platteland. Dus ja, je weet eigenlijk niet beter dan dat je van kind af aan al spulletjes inzamelt, geld inzamelt en meeneemt, je kleding achterlaat. Omdat die mensen het gewoon heel goed kunnen gebruiken. Toen ik Miss Nederland werd, kwam mijn droom in vervulling. Want ja, ik had een netwerk opgebouwd. Ik zette mezelf ook veel in voor goede doelen. Dan kom je bepaalde mensen tegen en denk je, hey, nu kan ik dit zelf ook doen. En dat was eigenlijk iets waarvan ik verwacht veel later. Maar met mijn Miss Nederland titel, ja, dat is iets wat je gewoon ook daarvoor kunt gebruiken. En die kans heb ik genomen. En mijn stichting zet zich in voor de armoede daar. Maar heeft een focus op kinderen en educatie. Dit heb ik gekozen omdat kinderen toch de toekomst zijn. En educatie gewoon een goede weg is om uit die armoede te trekken. En ja, ik zet verschillende projecten op, kleine, maar ook grote. Ik ben nog maar een kleine stichting. Maar ja, projecten zoals kleding, speelgoed, studiematerialen. En als grootste project heb ik ook daadwerkelijk een school gebouwd in de bergen daar. Dus dat, ja, ik ben gewoon heel dankbaar dat ik dat kan doen.